Dit is 3 jaar geleden. Deze mensen komen samen om bloemen neer te leggen en kaarsen te branden. En dat allemaal voor Julie van Espe. Een naam die je waarschijnlijk al hebt gehoord. Julie was een meisje van 23 jaar uit Antwerpen. 2 jaar geleden vertrok ze met de fiets naar haar vriendinnen. Maar daar komt ze nooit aan. Haar vrienden en familie starten meteen een grote zoektocht. De verdwijning van Julie is overal in het nieuws. Gisteren vertelde ik dat de politie een man had opgepakt die misschien wel iets te maken heeft met de moord op Julie van Espe. En iedereen praat erover. Enerzijds omdat iedereen wel zo iemand kent, een hele lieve, zorgzame vriendin. Ik ben Julie van Espe. En anderzijds was er heel veel media-aandacht omdat heel veel mensen bang werden van het feit dat zij met vriendinnen had afgesproken, maar daar nooit was aangekomen. Maar ik moet wel zeggen, dat gebeurt bijna nooit, dat er op klaarlichte dag zoiets gebeurt. Na 2 dagen wordt Julie dood teruggevonden door de politie. Die starten een groot onderzoek en al snel vinden ze een verdachte die toegeeft dat hij Julie gedood en misbruikt heeft. Nu zijn we ongeveer 3 jaar later. Tijd voor de rechtszaak tegen de verdachte. Maar veel ga je daar niet over horen in de media, want de rechtszaak gaat door achter gesloten deuren. Wat betekent dat? Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat die deuren echt dicht zijn, dat daar niemand binnen mag. Dus ook ik als journalist mag daar niet binnen, ik mag daar niet filmen en ik mag ook eigenlijk niet horen wat daar gezegd wordt. Waarom niet? Omdat er wel wat erge dingen worden gezegd en de familie van Julie van Espe vindt dat heel droevig als andere mensen dat allemaal zouden moeten horen. De rechtszaak duurt tot 21 december en op het einde mogen de journalisten weer binnen. Dan weten we of de man schuldig is en welke straf hij zal krijgen. Super tof dat je onze video hebt bekeken. Je weet wat je nu te doen staat, hè? Liken en abonneren om niets van Karwi te missen. Ah ja, check zeker deze video's.